Het besturen van een auto met de beweging van je ogen. Het Chinese bedrijf Honor lanceert een nieuwe telefoon die dat kan. En het werkt zo. The user will look at the phone and the phone will receive that eye gaze and then execute the command that's been requested on the car. Heel handig rijden is het natuurlijk niet. Het is meer bedoeld als een grapje om te laten zien wat er met deze eye tracking techniek allemaal mogelijk zou kunnen zijn. Based on this eye tracking technology, we can easily predict a human's intent. And then we can know what you want. Dat een telefoon kan inschatten wat je intenties zijn, brengt alleen ook zorgen met zich mee, zegt onze tech-redacteur Rutger Otto. Je kan je voorstellen dat we naar een toekomst gaan waarin je telefoon als het ware terugkijkt naar jou. Want nu weten heel veel van die video-apps bijvoorbeeld wel dat je een bepaald filmpje kijkt, maar straks zouden ze dan ook kunnen weten waar je precies naar kijkt in dat filmpje. So I stare at the message notification and it opens up the SMS app. Ja, en dan komen er weer wat privacyvragen naar boven en is het maar de vraag of we daar zo blij mee zijn. Bij Chinese bedrijven zoals Honor of het voormalig moederbedrijf Huawei ligt het nog een beetje gevoeliger. Overheden zijn wat bang dat die Chinese bedrijven zulke nauwe banden hebben met de Chinese overheid, dat ze bijvoorbeeld informatie kunnen gaan doorspelen en als het ware ja, spioneren voor de Chinese overheid. Inlichtingendiensten zeggen dat die zorgen wel gegrond zijn, alleen ja, wij hebben eigenlijk zelf nooit die bewijzen daarvoor gezien. Maar ja, je kan je voorstellen dat die overheidsdiensten niet zomaar zeggen dat er iets aan de hand is als er niet naar geïnt wordt.